Ja, we staan hier in Wijchen bij een nieuwe middenspanningsruimte die hier kort geleden geplaatst is. Ja, in Wijchen zijn veel spanningsklachten. Dat komt doordat mensen steeds meer gaan verduurzamen. Dus elektrisch rijden, elektrisch koken, zonnepanelen. Ons net is niet berekend op al die teruglevering. Dus daarvoor moeten wij aanpassingen doen in het net. Dat is landelijk het geval. Dus overal in Nederland hebben we te maken met spanningsklachten. Hier in Wijchen heeft de gemeente actief opgeroepen om bewoners zich te laten melden als ze spanningsklachten hebben. Daardoor valt het hier meer om. Ja. We hebben eigenlijk zo'n beetje in april, mei, na gesprek met onze inwoners, hebben wij een soort meldloket gemaakt. Omdat wij zelf ook gewoon in overleg met Liander, maar we echt wilden weten van hoe erg is het nou. En daar bleek uit dat er zo'n 150 mensen zich melden, waar de zonnepanelen voor een deel van de dag uitvallen. Dat is heel vervelend, want dat wil je niet. Je legt die zonnepanelen aan omdat je ze gewoon ook het nut van wil hebben. Dus dat vonden wij ook. En toen hebben we de samenwerking met Liander opgezocht. En het goede nieuws is dat er nu dit jaar en wellicht ook nog wel volgend jaar door heel Wijchen op meerdere plekken aanpassingen gedaan worden aan kabels en aan de transformatorhuisjes. De komende jaren werken we hard aan het elektriciteitsnet om dat te verzwaren, zodat de klanten weer voldoende stroom hebben en ook hun zonnepanelen weer kunnen gebruiken. We zullen de komende tijd steeds meer werkzaamheden in de wijken zien en steeds meer transformatorhuisjes. Dat kan niet anders, want we hebben met elkaar de uitdaging om onze energievoorziening zo te maken dat die toekomstproof is. En daar hoort bij dat het net het aan kan en daar is voor nodig. We gaan dit vaker zien in het straatbeeld, omdat er veel van dit soort ruimtes bij moeten worden geplaatst. Maar we kiezen voor een wijkgerichte aanpak, waardoor de klant maar één keer overlast heeft en wij efficiënt en kostenbesparend kunnen werken.